Astara is ontstaan met mijn vrouw Mirjam en Daniel en Tom. En we hadden het idee dat we het op een andere manier konden doen. Beter en meer gericht op de cliënt. Ja, we hebben Martin gekregen. We hebben zijn broers en zijn zussen af en toe gezien. En gedurende de tijd hebben we een veel betere band met iedereen gekregen, zeker na 5 jaar. Wat wij het persoonlijk maken is dat de activiteiten waarin Team Pieken en familieleden zitten, zodat het één geheel wordt. Daardoor voel je je wel thuis. En uiteindelijk hebben we ook het stukje onderwijs naar dagbesteding gebracht, want er was geen onderwijs meer mogelijk voor Martin. Wat wij zien is dat het kind in Martin daar ook nog volledig aanwezig is. Dat we vooral de balans zoeken tussen speels en fijn en verder ontwikkelen. En als voorbeeld kunnen we benoemen dat hij bij de boer Ramon werkt. Hij doet daar activiteiten gewoon, maar de 4e keer gaan ze samen vissen een hele dag. Dus de beloning van iets is niet alleen in geld, maar is ook iets leuks doen met elkaar. Wat ik voor mijn eigen kinderen zou doen, doe ik ook voor Martin. Het is een groeiproces. Wat ik zie is dat Martin voor iedereen open staat en dus steeds makkelijker in de omgang is met mensen en zich daar steeds makkelijker doorheen begeeft. Wat voorheen niet eens mogelijk was. Astara staat is een engel, die staat voor het beste in iedereen naar boven te halen met al je talenten en kwaliteiten. Wat wij anders doen, ik denk dat wij vooral de activiteiten gericht op de samenleving doen. En dat betekent dus dat wij unified activiteiten hebben, activiteiten met kinderen met een probleem, maar ook reguliere kinderen. Onze toekomstvisie is dat we spelen, maar we eens kijken wat past. Dus we kijken heel breed wat zijn passies zijn om die verder te ontwikkelen. En daar ook liefst zo mogelijk certificaten aan te koppelen. We willen graag meerdere jongeren helpen. Met vertrouwen kun je dingen verder ontwikkelen. En we zien dat dat heel goed werkt en heel veel vruchten afwerpt. Het mooie zou zijn als iedereen de cliënt echt kan zien en die daar tijd voor hebben. Dat is het belangrijkste van alles. Voor iedere organisatie.